President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Sandrika Persat Santokki. Welkom home. Heer President, wij zijn verheugd. We zijn blij met uw komst. Ik denk na jaren bent u weer thuis. Heel mooi is dat te noemen. Ibreti want ibigi boy kong na oso. Apasi sang aboyu unu waka utrong president van Suriname. Het is één om te respecteren. Het is één om ervan te leren. Het is de eerste politieman die president van Suriname is geworden. En wij gaan die trend voorzetten om meer politiemannen van president van Suriname te laten worden. We hebben geen andere keuze, omdat we een gedisciplineerde organisatie zijn. We zijn gemotiveerd, ondanks alle situaties. En is de want om bel me van Tide Uno Fetti. Ik dacht, nou, je kan ook niet altijd vechten. En immers willen we ook niet vechten. En vandaag is een dag voor mijn plezierie. We hebben elkaar een visti prodo, maar hoe je draait of keren, het is plezierie. Heer President, wij roepen u op, de belangen van de leden van de bond. Ja, de belangen van de leden van de bond, echt goed daarmee om te gaan. Het is bijkans 2 jaar en als je mij persoonlijk vraagt, dan vind ik van ja, president doe een best, maar er zijn andere zaken die maken dat zaken toch nog niet 100% lukken. Als regering beseffen wij dat er in het KPS geïnvesteerd moet worden. Het korps is overbelast, onderbemest en mist cruciale apparatuur om adequaat te functioneren. Als gevolg hiervan voldoet de korps niet aan de verlangens van de gemeenschap. Om hier verandering in te brengen, heeft de regering een nieuwe korpsleiding aangesteld. Het ligt niet binnen mijn intentie om dramatisch te stellen dat onze organisatie op de intensive care ligt. Maar de eerlijkheid gebiedt ons allen te stellen dat het KPS wel beland is op de high care. En zo snel als mogelijk uit deze situatie gehaald moeten worden. Het IMT heeft dit als opdracht. Maar wij beschouwen het meer als een uitdaging waar wij met z'n allen voor gaan. Simultaan mag de regering evenals de gemeenschap verwachten dat ten aanzien van misstanden en wangedragingen binnen het korps er consequent en resoluut zal worden opgetreden. Omissies, strafbare handelingen, immoreel gedrag en buitensporige gedragingen zullen resulteren in maatregelen die zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk processen als gevolg zullen hebben. Met dit beleid zullen wij in staat zijn om het koren van het kaf te scheiden
Deze korpsleiding gaat voor imagoverbetering van het korps en zal trachten met een goede en zichtbare dienstverlening de relatie met de gemeenschap te herstellen. Het optreden van de politie zal geprofileerd worden naar internationale standaarden. En het gezag dat elke politieman of vrouw bij het optreden zal moeten uitstralen, zal weer zichtbaar worden. De president is vandaag hier in uw midden. En ik heb geluisterd naar de voorzitter van de politiebond, meneer Atompay, waarnemend korpschef. En ik ben ook op de hoogte. Ik weet dat hij ook een heel goede politieman is geweest. Ik ken hem toen die tijd ook nog. Maar u moet zijn komst hier zien vandaag als zijn een goede motivatie. Ik ben ervan overtuigd dat al onze problemen zal worden opgelost. De president is zelf hier als oud-politieman. President, die oud-makker kijkt naar u. En ik zal u altijd ondersteunen om de Korpspolitie Suriname te ondersteunen in alle middelen die ze nodig hebben om het werk goed te doen, president, ter beschikking te stellen. Afronden om u allen op te roepen, de president, de regering, met name de president, te ondersteunen in het uit te voeren beleid. En wij van de Surinaamse Bond, president, wij staan hier. Wij willen samen met u werken. We willen niet met u vechten. We willen gezamenlijk de problemen oplossen. En hoe vaak zijn we niet bij elkaar gekomen? En als we vaker bij elkaar moeten komen op het kabinet of elders, dan zullen we dat doen. Om problemen in goed overleg op te lossen. Maar meer het dat jazo toe, uno jazo fufetti. U heeft gelijk. Maar laten we ook met elkaar de afspraak maken. Surinaamse politiebond, regering, korpsleden, korpsleiding, interim management team. Als we moeten vechten, laten we ja vechten tegen die criminaliteit. Laten we samen vechten tegen die corruptie. Laten we samen vechten tegen die georganiseerde criminaliteit. Laten we samen vechten tegen die drugshandel. Laten we samen vechten om het korps te reorganiseren. Laten we samen vechten om dit korps te maken als modelkorps van heel Caribische regio. Laten we daarvoor gaan. En ik ben als president beschikbaar om u daarin te ondersteunen. En we zullen alles doen dat u als korps uw doelen kunt realiseren. Om voorwaarts. Ik ga afsluiten door uw korpsleden, bosleden, bosbestuur, maar het bijzonder interim management team te bedanken voor de goede organisatie, de perfecte verwelkoming. Ja, ik voel me thuis hier bij Korpspolitie Suriname. En ik heb begrepen dat ze iets heel speciaals in elkaar hebben gezet. Heel speciaal voor zijn excellentie. Zangers.